Mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. We gaan het vandaag hebben over... Hey, wat vind ik nou de mooiste Eredivisie derby? Nou, dat vind ik persoonlijk de Graafschap Vitesse. Want het is een Gelderse derby. Kijk maar, de Graafschap Vitesse. Dat is een derby. En ja, komen beide uit Gelderland. Ik vind persoonlijk de Graafschap Vitesse... vind ik de... mooiste derby van de Eredivisie. Want er zit er heel veel sfeer bij dus. Ik vind de Graafschap Vitesse. Kijk maar mee met jullie. Kijk wat een sfeeractie erbij zit. Jullie zien hier de laatste ontmoeting op 23 december 2018. De Graafschap Vitesse werd in 2-2. Die ontmoeting daarvoor in 2016 ook al. Dus ja. Maar dit is in ieder geval een van de mooiste derbies uit de Eredivisie. Helaas. Volgens hadden we eigenlijk de Graafschap Vitesse moeten hebben. Volgens mij had je eigenlijk al de Graafschap Vitesse moeten hebben. Maar goed, het is dus niet gebeurd. Waardoor dus we nog even moeten wachten op de Gelderse derby tussen de Graafschap en Vitesse. En wat daarna? NAC Willem 2. Volgend seizoen weer in de Eredivisie tegen elkaar. NAC Willem 2. Ja, ja. NAC Willem 2. Dat is wel een beetje haat tussen NAC en Willem II. En ja, NAC en Willem II, dat zijn hartsvijanden van elkaar. Kijk maar, Willem II NAC. Het is wel triest dat je dan Willem II NAC hebt. Ja, dus Breda en Tilburg, dat is gewoon echt verschrikkelijk als je NAC Willem II hebt. Dus dat is in ieder geval ook een schitterende derby. Dan op 3. Cambuur Heerenveen. Ja, ja. Natuurlijk. De frisse derby volgend seizoen weer terug in de Eredivisie. Dat hadden we al verwacht. Cambuur Heerenveen. Die kijkt Cambuur Heerenveen. Op 19 december spelen ze tegen elkaar. Zoals jullie het ook zagen daarnet. Om 11:15 is Cambuur Heerenveen weer van de partij. Voor het eerst sinds 2016 speelt Cambuur tegen Heerenveen. Friese derby. En echt. Dat belooft een potje te worden, zeg. In Leeuwarden. Dat belooft echt een mooi derby te worden. In het nieuwe seizoen. 19 december. Cambuur Heerenveen. Hier dan heb je ook Feyenoord Ajax. Hier, kijk. Feyenoord Ajax. Cambuur Heerenveen. Dus goed, kijkers. Wauw. Dus we hebben de Graafschap Vitesse, NAC Willem II en Cambuur Heerenveen. Is er nog een derby waar ik het over moet hebben? Ja. Even graag. Want volgend seizoen... zal ik ook misschien meer derby video's maken. Over de... terugblikken of zo. Maar dat zijn in ieder geval de mooiste derbies om te spelen. Sparta Feyenoord en Excelsior Sparta. Ik weet een heel leuk liedje. Hij is niet doof of zo. Zeg ik dat hij niet doof bent, ja. Hij is niet doof of zo. Hij is niet doof of zo. Zeg ik dat hij niet doof bent, ja. Nee, natuurlijk ben ik niet doof, hè. Hij is niet doof of zo. Hij is niet doof of zo. Ja, hij is wel leuk. Maar mensen, dat waren dan de drie derbies die ik met jullie moest bespreken met jullie. En ook Sparta, Feyenoord en Excelsior komen hier ter sprake. Rotterdamse derby. Hier, laatste ontmoeting Sparta Excelsior. De volgende is, dacht ik, in oktober volgens mij. Sparta Feyenoord. Ja, maar we hebben geen Excelsior nog steeds. Dus helaas. Maar Excelsior is wel een leuke club. Nou, laten we het hopen dat dan vanaf seizoen 22-23 Excelsior weer in de Eredivisie speelt. En dan krijgen we volgend seizoen. Dus dan krijgen we het seizoen later Sparta Excelsior en Feyenoord erbij. En dan ook de Graafschap Vitesse. Natuurlijk, adios.